De man, dat zal hij misschien ook morgen zijn, want dan rijdt hij ook nog Kuurne-Brussel. Kuurne-Arnaudeli, we gaan de sprong maken naar de vrouwen. Daar moet daar nog maar 25 kilometer gereden worden. We gaan snel eens de erelijst erbij halen van de laatste 10 jaar. Wie heeft er daar allemaal gewonnen? Annemiek van Vleuten vorig jaar in die sprint. Ook Van der Breggen dan nog eens Van Vleuten. Chantal van den Broek, Blaak, 4 keer Nederland. Sigaard, Brand, nog eens Nederland. Denjen, Van der Breggen, opnieuw Nederland. Pieters, nog eens. En dan Tiffany Crumble. We halen de beelden er nog eens snel bij van dat geweldige duel er helemaal op het einde van vorig seizoen. Van Vleuten die trekt door op de Bosberg. Belgisch kampioen Lotte Kopecky moet passen. De enige die Van Vleuten wel kan volgen, dat is Demi Vollering. En samen rijden ze naar Ninove. Maar Vollering die ziet af in het wiel van haar landgenote. Van Vleuten, 39, gaat de sprint van heel ver aan. En wat niemand verwacht, ze houdt stand. Ze wint zo de omloop voor de 2e keer in 3 jaar tijd. En we krijgen een volledig Nederlands podium. Want ook Lorena Wiebes die wint uiteindelijk de sprint van het peloton. Marijn, heel snel nog een vraag. Hoe groot is de kans dat er vandaag ook een Nederlandse wint? En dat dan voor de 12e keer in 19 jaar tijd. Ja, goh, ik denk dat het toch wel een grote kans is. Op de Molenberg is eigenlijk een eerste schifting gemaakt. Uiteindelijk is het wel weer allemaal bij elkaar gekomen. Maar als je ziet welke 17 rensters daar wegreden. Ja, dat waren alle favorieten en dat waren toch wel grotendeels Nederlandse dames. Al moet ik wel zeggen dat er nu een ploeggenote van Annemiek van Vleuten alleen voorop rijdt. Alleen is Sierra. Niet zo heel bekend hier, maar stiekem toch vorig jaar al 4 in de Ronde van Vlaanderen en 7 in Luik-Bastenaken-Luik. En ze wordt ook continu door Annemiek van Vleuten aangehaald als eigenlijk toch haar grote steun en toeverlaat. Oké, Sierra op kop. En dan gaan wij naar onze commentatoren daar in de cabine. Dat zijn bij de vrouwen, zoals u weet, Ruben van Gucht en In de Bijl. Lotto, trotse gangmaker van de koers. Stella, de e-bike specialist van België. Die 17 namen die willen we graag wel meegeven, want dat waren inderdaad de grote favorieten van Vleuten. Bianic, Jurgensen, Lippert en Makkay die komen tegenwoordig allemaal uit dezelfde stal. De stal Movistar, die een geweldige kwaliteitsinjectie gekregen hebben afgelopen winter. Met 5 dus vertegenwoordigd in die groep. Borghesi van IF, wat een Utrup Ludwig die er ook bij was. Pfeiffer Georgie voor DSM. Jumbo-Visma had Henderson en Swinkels mee. SD Works. De ploeg waar ook altijd met argusogen naar gekeken wordt, had er 3 mee. Wiebes, de Europese kampioen. Vollering was erbij. En jawel, Lotte Kopecky. Trek Segafredo, Balsamo, de voormalige wereld- en Italiaanse kampioen tegenwoordig. Longo Borghini was erbij. En Anoushka Koster voor Uno X. Met andere woorden, in de bijen, dat zijn de vrouwen met de sterke benen in deze koers. Ja, we hebben ze inderdaad al mooi in beeld gezien. Op het moment dat het zou gebeuren, waren ze daar ook eigenlijk de vrouwen die we ook verwacht hadden. Hè. Deze Arlene Sierra was daar niet bij. Dat heeft dan een hergroepering gekost. En die is net voordat we live naar deze beelden zijn gaan kijken. Er van onder gemuist op een rustig, dood moment. Ondertussen zijn er nog meer rensters uit de achtergrond teruggekeerd met Magirus, met Royster. Rensters die dus het heft in handen gaan nemen voor hun kopvrouwen. Een aantal rensters ook van AG Insurance. Kijk eens, met 3. Die zitten nog altijd op de golf van succes te surfen. Ja, je ziet dat. Hier zit er nog een 4e renster onderaan. Ilse Pluimers daar. Zit met 4 rensters vooraan. Je zag ze vanachter, daarnet eventjes vanachter in het peloton. Maar zij zijn heel sterk in het zich groeperen. Elkaar opzoeken en dan toch de weg naar voren terug te vinden. Hè. Dus mooi om te zien dat ze in de voorste gelederen aan het rijden zijn. De golf van succes, daarmee bedoelen we natuurlijk de winst van Justine Gekiere. Onder andere in Valencia, waar ze de eindwinst pakte voor Van Vleuten. En uiteraard ook de etappewinst van Molmen. En dat zijn toch stappen die die ploeg gezet heeft ten opzichte van vorig jaar. Daar is ook in geïnvesteerd natuurlijk. En dat is de bedoeling om die lijn alleen maar door te trekken naar de komende jaren. Justine Gekiere hier trouwens niet aan de start vandaag. Nee, goed dat je dat meegeeft, want mensen zouden dat misschien verwachten. Maar Justine die voornamelijk de focus zal leggen op alles wat echt heuvelachtig wordt. Ja. Haar sterke terrein. 22 kilometer, 33 seconden. Deze vrouw was dus niet mee. Met andere woorden, beschikt ook niet over een enorm goede dag. Anders was ze wel mee geweest met die 17. Ik zou zeggen, geen groot gevaar op dit moment. Je mag ze natuurlijk niet meer dan een minuut gaan geven. Nee, maar ze heeft toch al in Spanje goed gekoerst. Ze heeft daar al 2 top 10 plaatsen gescoord. Niet vergeten dat zij ook Sierra Arlenius vorig jaar 4e werd in de Ronde van Vlaanderen. Hè. Dus dat is iemand die echt wel dit parcours aan kan. En
perfect voor op dit soort omlopen kan scoren. Dus, maar ze heeft 36 seconden nu, wat te weinig is, maar ze heeft een hele sterke ploeg. Hè? Natuurlijk, bij de mannen in deze fase van de strijd had Van Baarle ook 36 seconden, ongeveer 40 seconden. En die was al van verder vertrokken. Maar in principe zou er hier toch nog wel een ferme achtervolging op gang moeten gebracht worden, vooral door de ploeg van SD Works. Het is duidelijk dat Wiebes toch nog altijd een van de, of misschien wel de snelste van het peloton, een goede dag heeft. Anders was ze niet mee. Het is duidelijk dat Kopecky een goede dag heeft. Opvallend, Kopecky denk ik ongeveer de enige, terwijl we nu de renster van FDG zien die min of meer hetzelfde heeft, met een lange broek, of enfin, beenstukken. Beenstukken, ja. Dan zou je inderdaad gaan denken dat ze een trainingstochtje aan het maken is, maar niets is minder waar. Nee, niets is minder waar. Er zijn wel wat verschuivingen geweest bij verschillende ploegen natuurlijk. Ook bij Trek zijn er wat rensters bijgekomen. Maar vaststelling is wel dat die transfers van Movistar, dat onmiddellijk een schot in de roos is. Dat was te verwachten. Hè. Ze hebben daar duo Lippert en Makai, die daar net heel sterk voor de dag kwamen. Dus dat is eigenlijk ook de eerste keer dat iemand als Annemiek van Vleuten zo'n ploeg rond zich heeft. Dat is een heel andere manier van koersen. En dan zie je meteen dat iemand als een Sierra Arlenis daarvan gebruik kan maken en zelf op tocht kan gaan. En vroeger ging ze dat, vorig jaar ging ze dat niet moeten gedaan hebben, want toen moesten ze veel meer bij Annemiek van Vleuten blijven. Het parcours hoef ik u nauwelijks nog voor te stellen natuurlijk. We rijden over exact dezelfde wegen op dit moment als de wedstrijd bij de mannen. Dat wil zeggen dat we naar de muur gaan. En de muur die komt er net als bij de mannen aan op 16 kilometer van de streep. De top toch van de muur, Kapelmuur. Dan hebben we nog de Bosberg en dan hebben we de laatste strook. Wind tegen dus, al heb ik de indruk dat de wind toch wat gaan liggen is. Wat minder dan deze namiddag. Dat kan de aanvallers inspireren. Zoals deze Arlenis Sierra, de Cubaanse. De laatste overwinning dateert van 7 oktober vorig jaar, won toen de eerste etappe in de ronde van Romandie. Wedstrijd die toen laat op het jaar werd georganiseerd. Ja, meestal in slecht weer ook. Wedstrijd die daar, dat heeft Tineke allemaal perfect opgezocht, wedstrijd die daar toen op een massasprint eindigde. Klopte Lippert en Vollering, dat zal van een elitegroep geweest zijn, maar alleszins een ferme groep. Maar om Lippert en Vollering te kloppen, moet je wel goede benen hebben, dus deze Arlenis Sierra. We gaan naar de minuut. Zijn ze met hun geluk aan het spelen? Ik ging net zeggen, daarnet bij het vorige beeld zagen we SD Works zich niet formeren vooraan, maar nu toch wel. We hebben Majerus hier en ik denk dat het Reusser is in tweede stelling. Of is het Vollering? Reusser derde stelling, alleszins. En Majerus op kop. De ploeg SD Works hier met Cecchini ook nog. Die vermoedelijk door de hergroepering nog een rolletje kan spelen. Jawel, Elena Cecchini. De Italiaanse. En DSM dus daarnet mee met Pfeiffer Giorgi. Het is ook uitkijken naar Charlotte Kohl. Die naam heeft u misschien al zien passeren de afgelopen dagen. Charlotte Kohl die tot twee keer toe Lorena Wiebes klopte in een massasprint in de Emiraten. Ja, ex-ploegmate Lorena Wiebes. Eigenlijk voor wie ze altijd de sprint moest aantrekken. Moet fantastisch zijn om je ex-ploegmate dan twee keer op rij te kunnen kloppen. De voormalige lead-out. Met geweldig snelle benen. Nederland dus. Wiebes, Nederland. Van Vleuten, Nederland. Het merendeel van de overwinningen hier, of destijds in Gent tenminste, Nederland. Zoals daarnet gezegd, het zou de 12e keer zijn. België, daar zijn we nog altijd op zoek. Nog steeds geen Belgische winnaar van de omloop, het Nieuwsblad. De nul moet dan maar weggeveegd worden door Kopecky. Hebben we nog andere landgenoten gezien? We hebben de Belgische kampioenen in de problemen gezien. Kim de Baat. Shari Bossuyt heb ik niet gezien. Niet meteen, nee. Julie de Wilde, moeilijke winter achter de rug. Daar kan jij zo meteen meer over vertellen. Heb ik ook niet gezien. Tenzij ze daar rechts achteraan. Ja, ik was dat was een lange opgeschoken renster van de ploeg. Het zou ze kunnen zijn, maar dan alleszins niet bij die 17. Maar moeilijke winter dus achter de rug. Ja, Julie de Wilde, iedereen verwacht daar natuurlijk heel veel van na haar tour van vorig jaar. Dat is ook de eerste keer dat ze moet omgaan met verwachtingen, denk ik dan. Maar is ziek geworden, heeft COVID gehad na het wereldkampioenschap in Australië. Heeft dan de griep gehad. Blijft sukkelen met de neus eigenlijk. En staat niet waar ze wil staan op dit moment in haar programma. Dus een beetje afwachten wat het zal worden met Julie de Wilde. Laten we hopen dat de draad van vorig jaar snel opgepikt kan worden. Er komen wel wat wedstrijden aan die haar moeten liggen, dwars door Vlaanderen. Ze heeft haar beenstukken uitgedaan. Ja, daar heeft ze nog tijd voor gevonden. Kopecky voor Wiebes dus. Wiebes Europees kampioene. 111, 3x1, 6x1. Alles één. Wat wil dat zeggen? Trek zelf je conclusie maar. 151 is dat weer het nummer van Ardzoufi.
Die kent u nog uit het veldrijden, maar die is haar focus steeds meer aan het verleggen richting de weg. 13 is Kuipers in de ploeg dus van Julie de Wilde. De Wilde die met 12 rondrijdt in dit peloton. De ploeg van Kim de Baat ook, de Belgische kampioene. Shari Bosse, u toch gezien hier, met toch het mee. Nummer 21. Ja. Achteraan. Ja. De Europese kampioene ploegkoers samen met Lotte Kopecky. Ze komen nu van overal. Opgelet. Toch 1-0-4. Vind ik veel. Dat is bijna rekenen op stilvallen van Sierra. Goed. Ja, ze komen niet dichter. Integendeel. Sierra rijdt verder en verder weg. Maar ja, wie rijdt daar vooraan? Het is enkel Majerus voorlopig, hè? Daar ligt het heiligdom. De muur. Die daarnet een explosie teweegbracht bij de mannen. Zal hier niet anders zijn. Alleszins, de explosie zal in principe niet van Van Vleuten komen. Die zal niet van Van Vleuten komen. Want haar ploeggenoot rijdt voorop. Rijdt voorop, ja. Zij al over de brug. De steile Denderbrug. De spoorwegbrug liever. De Denderbrug die komt eraan, dat is een vlakke. En met dat Annemiek hier niet op kop moet rijden, zou je denken, ja, dat speelt in haar voordeel. Maar eigenlijk is dat niet waar. Want Annemiek is iemand die graag op kop rijdt om de anderen zodanig af te matten dat ze eigenlijk aan explosiviteit moeten gaan inboeten. Maar nu gaat het hier eigenlijk op de muur niet snel genoeg gaan voor Van Vleuten. En dan gaan ze er zelf niks aan kunnen doen. Hè. Van Vleuten die zich afgelopen winter heeft toegelegd, zowaar op 40-jarige leeftijd, op haar explosiviteit. Ja, want er was nog één iets dat ze volgens zichzelf nog net iets te weinig kon. En dat was explosief zijn. Natuurlijk, met de leeftijd word je ook minder explosief. Maar, wie heeft ze daarvoor opgezocht? Wie heeft ze onder de arm genomen? De trainer van de marathonloper Kipchoge. Dus okay. Specifiek daarop aan het trainen. Eigenlijk in functie van de Amstel Gold Race. Want dat is ook nog zo'n ontbrekend vakje op haar kalender. Zoals u weet is Annemiek van Vleuten aan haar allerlaatste jaar uit haar profcarrière bezig. Tenzij ze nog op die beslissing zou terugkomen. Maar we denken van niet. Gaat nog een heel druk jaar rijden. Neemt er uiteraard de Strade bij. Gaat dan op hoogtestage. Komt dan terug voor alle topklassiekers. Gaat doortrekken meteen naar de Ronde van Spanje. Die bij de vrouwen plaatsvindt in mei. Gaat dan weer op hoogtestage. Om dan de Giro te betwisten. Gaat dan nog even gaan bijtrainen om dan klaar te zijn voor de Tour. En na de Tour volgt dan onmiddellijk de twee WK's. Dat is wel een ferm seizoen. Dat zal ze allemaal doen, ja. Ondertussen zien we SD Works op kop aan het sleuren. Ja, 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 richting de bocht links-rechts. En u ziet wat u ziet. We hebben er met de klap 20 seconden vanaf gedaan. En we zijn nog niet eens op de muur. Met andere woorden, Arlene Sierra, niet de allerbeste benen, zoals gezegd. En is hier vooral aan het doseren. En dan verwacht ik nu Kopecky. Kopecky Vollering. Wiebes zal wachten. Hier heb je ze al. Amai. Dat is op zijn museum destijds. Die probeerde het ook eens op de vesten. Kijk eens hoe vroeg. Oh, hier gaat Lotte. 3,5 kilo kwijt. Ook dat nog. Klopt. Maar net al met die groep van 17 nauwelijks ademend. Dat konden wij al waarnemen toen de eerste livebeelden binnenkwamen. Dat kostte haar nauwelijks moeite om mee te zijn met die groep. En dit is wel meteen een gat. Het is Pfeiffer Georgie, denk ik, die erachter rijdt. Amai. Ja, je zag het zo gebeuren. Je zag het zo gebeuren. Dit was in functie van... En dat is eigenlijk haar nieuwe manier van koersen. Ze hoeft niet meer te wachten tot aan de streep. Nee. Door de komst van Wiebes. De hemel trekt open. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Voor België dan toch. Even omkijken en zien welke ravage je aanricht. De... Kapel ligt nog even een eind weg, hè. Maar dit is wel indrukwekkend. Dit doet het allerbeste vermoeden voor wat komen moet de komende weken. Dan net op tijd de beenstukken uitgedaan. Hè? Ja. Haar debuut in de omloop voor deze Arlene Sierra. Andere jaren vaak pas in maart in competitie gekomen. Eerst wat wedstrijden overzees afgewerkt in het verleden. Two Down Under, San Luis... Maar nu dus meteen het volle voorjaar. Vermoedelijk ook omdat Annemiek dat zal gevraagd hebben. Ja. Krijgen we ze al in één shot? Dat zou best kunnen. Daarnet nog een seconde of 25. Wat gebeurt er in de groep? Ook belangrijk. Welke explosie krijgen we hier? En vooral van wie? Wie zakt er door? Kopecky alleen. Pfeiffer Georgie overboord. Die was nogthans goed bezig. Die was goed bezig. Georgie. Ja, ja, ja. Het is niet dat hij geen vorm te pakken heeft. En Longo Borghini die moet, ja, voorlopig, ik zou zeggen, een beetje machteloos toekijken. Vollering
in de inspanning, hoor. Kijk eens naar die gezichten. Utrup Ludwig. Lippert zat hier ook vooraan. Norskaart. Heb jij de wereldkampioen gezien? Nog niet. Nee. Waar is de wereldkampioen? Daar is Kopecky. Sierra voor zich en uiteraard de aanmoedigingen. Dat weten ze. De mensen die aan de kant staan. Daar is een Belgische. De winnares van de Ronde van Vlaanderen. Van de Straat de Bianche. En daar nu Longoborghini. Met Lippert, de Duitse kampioene. En waar is Van Vleuten? Vraagteken. Niet te zien. Wat is er gebeurd met Van Vleuten? Heeft hij pech gehad buiten beeld? Niet te zien voor ons. Dat zou kunnen. Wiebes hijst zich naar boven. Dat is de stijl van de sprinter. Paladin. En hier is Reusser, de Zwitserse locomotief. Maar die moet blijkbaar nog wel op toerental komen dit seizoen. Was het Bosuit dat we daar zagen? Zou kunnen. Ik denk het wel. Zij gaat mee met de renster van Movistar. Arlene Sierra. Met z'n tweetjes. En is dat dan meteen doorrijden? Ja, zeker. Hè? Ze kunnen niet anders. Natuurlijk moeten ze doorrijden. Ze heeft hier Vollering in steun. Maar ze komen snel. Dat is waar. En ze zijn nog met velen. En Wiebes is wel mee. Wiebes is knap mee. 24 is het nummer van Paladin. Paladin met de tatoeages, ja. Zij moet sinds dit seizoen, in wedstrijden waarin Wiebes ook meedoet natuurlijk, ervan weg. Want sprinten is kiezen voor Wiebes. Lippert kijkt achter zich. Wie is er mee? En wie heeft er vooral goesting? Het is Norskaart nog van Movistar die mee is. En Brown is er ook bij. Grace Brown, kan Brown, je de klok op gelijk zetten? Altijd goed als er moet gereden worden richting de finish. Kun je altijd gebruiken. We gaan nog eens even piepen wie hier allemaal door beeld schuift. Reusser dus. Andersen. Ja, ja. Swinkels. Jawel, Nederlands kampioenen. Balsamo, waar is die gebleven? Die was daarnet wel netjes mee met die groep. Cavalli. Nu uit beeld. Marta Cavalli. Ook terug voor het eerst in slang. Ik denk dat het Cavalli was met haar beginstukken. Cavalli, u weet nog wel, hè, de vrouw die aangereden werd in de Ronde van Frankrijk vorig jaar. Wat moet je nu doen als Arlene Sierra zijnde? Rij je mee? Het ziet er naar uit. Toch wel wie ze aan haar wielen. Uiteraard, maar zelf kan ze ook sprinten. Maar ja, natuurlijk juist tegen een Kopecky, dat is nog iets anders. Maar op dit moment in de wedstrijd, ja, Annemiek van Vleuten hebben we ook niet daarachter gezien. Hè? Nee, en je kan beter. Norskaart zit er wel. Juist. Maar misschien heeft niet iedereen de situatie goed door. Alleszins, je kan maar beter doorkoersen tot boven op de Bosberg en daar misschien de situatie monsteren. Ja. Hier zat vroeger op de rechterkant Rudy Pevenage, maar die is naar de zee vertrokken. Die heeft zijn huis daar verkocht, als ik me niet vergis. De zee, daar is het altijd goed. Juist. Het kind van de zee spreekt. Waar was het ook alweer? De Haan. De Haan. 15 seconden. Is dat echt 15 seconden? Leek dat net minder, tenzij ze hier twijfelen natuurlijk. Het is veel. Vollering legt de boel lam. Het valt stil. Ze kijken. Longoborghini op kop. De twee. Brown. Winnen aan seconden. En daarachter komt er nog een groepje terug. Dat is wachten op steun, maar dat is meestal geen goed teken. Brown gaat ook niet overnemen. Ja, rij maar door, hè, jongens. Vooraan. Brown zou moeten doorrijden. Cecilie Utrup is mee. Brown moet doorrijden. Dat is inderdaad haar taak. Als men tenminste kans wil maken om te winnen. Utrup Ludwig gaat ook niet in de sprint winnen, weten we ook wel. Maar je moet eerst vooraan geraken om te kunnen winnen. Nibia Doma helemaal achteraan het tweede groepje. Was betrokken ook bij een valpartij, dachten we. Een valpartij eerder in de wedstrijd, voor alle duidelijkheid. Hè. We hebben een aantal rensters van de Emiraten met Holden onder meer, nummer 135. 133 is Bertizzolo. Geen Persico. Hebben we nog niet vermeld. Persico niet aan de start. Ik had daar toch wel sterren aan gegeven, zeker? Ik ook. Ik geloof er heel hard in een Persico. Ondertussen Brown toch op kop aan het rijden. Ja, gaat je proberen kleiner te maken. Maar Persico is ziek, is afwezig en zal ook de Strade niet rijden. Hij heeft eigenlijk een flauwte gehad. Tijdens een dopingcontrole. Het was toch een vreemd verhaal, hè? Ja, dat kan even goed zijn. Als je bloedafname doet en je bent wat minder, je krijgt een griepje of het een of het ander, dat heeft wel soms een impact op je lichaam. En daardoor besloten om even toch alles te laten checken en te zien wat er aan de hand is. Ja. Dus geen omloop, geen Strade. Reed de pannen van het dak. U heeft haar nog aan het werk gezien op het WK veldrijden, waar ze uitstekend voor de pinnen kwam. En nauwelijks een week later was ze al aan het duelleren met Longoborghini in de Emiraten. Aankomst bergop werd ze daar het derde. Heel sterk gereden, hè. Na Regalini en Longoborghini, de gap, vraagt Kopecky. Ja. 30 seconden. Dan moet je niet te veel twijfelen. Rijden. Arlenis blijft zitten. Doet ze niet meer mee?
Even afwachten nog. Dit oplopende, lastige betonstuk. Mouwtjes van de armen, de armstukken dus met andere woorden, ook naar beneden. Nee, vragen voor de overname. Nee. Tegen Demarage, Henderson. En SD Works heeft nu een paar pionnen om de reactie stil te leggen. Zelfs Royster is er weer bij. Ja, Royster, tweede positie. Het valt altijd opnieuw stil. Hè. Dan is het toch kijken naar rensters die het hier wel zouden moeten doen. Hè. Zoals een Brown, Swinkels. Drie rensters van Jumbo-Visma. Ja, de Nederlands kampioenen en dan nog twee ploeggenoten. Zoek voor alle duidelijkheid niet naar Marianne Vos. Die is een dag of 10 geleden geopereerd aan een, wat was het, geknelde slagader ergens. Bekkenslagader, ja. Zoiets. En moest een tiental dagen rusten. Die gaat de focus ook wat later leggen. Marianne Vos. Heeft eigenlijk, als je het bekijkt, toch al wel wat in de lappenmand gelegen. Hè? Vorig jaar ook geen Roubaix gereden, geen omloop. Toch naar de kop gekomen. En dat was te verwachten, dat ze er nog eens een laagje bovenop ging leggen. Dat ze er ging van proberen af te rijden. En dat lukt ook met heel veel bravoure. Kopecky weg bij Arlene Sierra. Het zandzakje overboord gegooid. De Bosberg als ideale springplank om alleen naar de leiding van de wedstrijd te rijden. Belangrijk moment. Ja, ze weet ook, als het te traag gaat, zijn er zoveel andere kandidaten in de ploeg die ook gaan demareren als ze terugkomen. Dus zij wil eigenlijk echt niet als ze terugkomen. Hè. Als het voor haar is, dan moet ze gewoon blijven gaan. En krijgt uiteraard alle aanmoedigingen aan de kant van de weg. De trouwe Belgen zijn blijven staan. En u hoort Lottes van links en van rechts. En dan moet er een tijdrit gereden worden. Wil wel lukken dat ze kan tijdrijden. Kan zeker tijdrijden. Een soepel verzetje aan het rijden ook. Een paar keer Belgisch kampioen onder andere geweest in het tijdrijden, Lotte Kopecky. Geen Canyon SRAM op kop, geen Jumbo-Visma op kop. Ze laten Lotte. En ze moeten nog aan de Bosberg beginnen. Ze waren net aan de eerste pantes bezig. Zij al bijna boven. Luister. Dit is het beeld dat zij nog wilden zien. Hiervoor zijn ze blijven staan, de mensen. Alleen voor Lotte Kopecky boven te zien komen. Het loont om te blijven staan, ja. Even achter zich kijken. Veel ruimte, hoor. Hola. Kijk eens, wat een gat op Sierra. Sierra Arlenis. Kijk, ik ga die toch als dit? Gunstig bestempelen. Hier komt Lippert weer. Wiebes, enorm sterk. Kijk eens. Wiebes moet zien dat ze mee is. Hè. Mag is zelf mee. Niets doen, maar ze moet mee zijn. Oestrop Ludwig mee. Vollering misschien nog niet in de allerbeste vorm. Vollering, nochtans had ze zelf gezegd aan Marijn de Vries dat ze zich op dit moment beter voelde dan dat ze vorig jaar op dit moment was. Maar toch... Heeft natuurlijk nog wel tijd. Niet vergeten, Vollering, de Focus, Gold Race, Waalse Pijl, Luik Bastenaken. Luik moet nog heel lang meegaan in dit voorjaar. En duelleert hier toch al mee. Wiebes, goed. Nou ja, dit is een perfect staaltje liever. Teamtactiek. Vooraan alles onder controle, achteraan de boel lam leggen. Er mag een wagen achter, heel even gebruik daarvan gemaakt. Op zijn Van Baarles. Hoeveel motards zijn er nog in koers? Ik weet het niet. Hoeveel schilden kunnen er nog gevormd worden? Mag niet, hè. We hebben dat net bij Van Baarle ook afgekeurd, dus hier ook niet. Hè. Nog een goede 10 kilometer. Straks draait ze wind op, maar zoals je zei, de wind is al een beetje gaan liggen in verschil met eerder vandaag. Met enige zin voor overdrijving. Ze moet het nog afmaken natuurlijk. Maar is dit op dit moment, na vorig jaar gezien te hebben, en we zijn nog vroeg in het seizoen, de beste klassieke renster van het peloton? Jawel. Dat mogen we zeggen. Ik denk het wel. Jawel. Met heel veel bravoure ervan weggereden. Er komt natuurlijk nog veel aan. Maar als je bekijkt wat ze vorig jaar bij elkaar heeft gereden, en hier een geweldig groot gat... En de controle van het kamp SD Works. Dit is een renster Arlenis, van Movistar. Die ingehaald die ingehaald wordt. Ja. Lippert gaat wat rijden. En weten we nu eigenlijk al wat er met Van Vleuten aan de hand was? We hebben die niet meer gezien. Die was, mogen we toch zeggen, redelijk goed, hè? We hebben die eigenlijk redelijk in het begin van de wedstrijd, of wanneer wij al de beelden konden zien, was die echt aan het meedraaien eigenlijk. Dus, en daarna hebben we haar niet meer gezien op het belangrijkste moment. De hoekige stijl van Van Vleuten, waar is ze gebleven? Zal wel een verhaal hebben, had misschien pech nogmaals. Buiten beeld kunnen we niet bevestigen. De Movistars gaan nu willen rijden met Sierra, maar die is eigenlijk opgereden. Makai komt ook naar voren en dat is in functie van deze vrouw, Emma Norsgaard, met nummer 3. Emma Norsgaard, Jurgensen. 21 is het nummer van Shari Bosuit.
de Bosberg overleeft. Ja, we hebben het onderaan in beeld zagen we haar net nog verschijnen. Tweede landgenote. Goed, goed. Wordt een moeilijke strijd nog voor Kopecky. Is nog niet thuis, hè. En ik zou zeggen aan de SD Worksen, doe dat goed. Speel je rol. En dat doen ze. Ze gaan mee en Lippert zakt erdoor. Dus dit is inderdaad de achtervolging breken, zeg maar. Kijk, wat Royster doet, die laat zelfs een gaatje vallen. Dat zou wel eens gestuurd kunnen worden vanuit de volgwagen. Dan is Tam en Co. En dat is enorm frustrerend als je een Movistar-renster bent. Hè? Dat er daar in één keer iemand anders komt tussen zitten, je plaats opeisen en ervoor zorgt dat de boel lamgelegd wordt. Dat werkt enorm demotiverend. Als het haalt, is de nul weg voor België. We hebben nog geen Belgische winnares hier op de eerlijst van de omloop. Australië 1 keer. De UK 1 keer. Denemarken 2 keer. Zweden 2 keer. En Nederland 11 keer. En Michel Cornelissen, ploegleider van de rensters van Phoenix, heeft me net laten weten dat Annemiek van Vleuten een fietswissel heeft gehad op het slechte moment. Oh, een fietswissel. Dus daarom is ze daar in groep 3 verzeild geraakt. Dus er was een soort materiaalpech. Ja. In de aanloop naar de muur zich laten uitzakken tot bij haar ploegleider wordt hier op een papiertje onder onze neus geduwd. Oké, dat is wel heel vervelend. Dat hebben wij niet in beeld gezien. Nee. Kijk, voilà, we krijgen het toch mee. Maar in alle geval, wat we daarvoor zagen, we gaan dus geen vraagtekens bij de vorm van Vleuten plaatsen, dat was in orde hoor. Die was aan het meekoersen, die was mee, die was de forcing aan het voeren op het duo Berendries-Elverenberg. 40 seconden, status quo. En veel Movistars nog, hè. Wat een ploeg is dat geworden, zeg. Dat is geen eenmansploeg of eenvrouwsploeg meer, hè. Nee, mooi om te zien hoe ze zich verandert. Eigenlijk een beetje de identiteit van die ploeg verandert. Het is mooi om te zien. En iedereen verwacht dat dan ook wel met het aantrekken van Lippert en Makai. Maar dan moet je er ook wel nog... Moet het nog wel doen, ook. Zij heeft voor de moeilijkste weg gekozen. Aanvallen op de vesten. En ze komen niet dichter, hè. Alles en iedereen oprollen. En daar waar er kwaadtongen nog waren vorig jaar, dat zij zich vooral liet meeslepen, dat ze anderen nodig had om haar in de finale positie te brengen, dat ze zelf de koers niet mee kon maken. Wel, we moeten van een wit blad beginnen. Dat is, en dat was trouwens ook niet waar, maar dat is definitief niet waar meer. 44, 45, mijn doeteken, ga wat verder weg, zegt Vollering. We hebben u hier niet nodig, maar wij wel, want we moeten beeld hebben natuurlijk. Makai, Lippert en UAE komt toch ook naar voren. Ja, wie wil winnen moet naar voren komen. Dat is een feit dat juist is. Wie zit daar nog allemaal van UAE? Dat zal Bertizzolo zijn. Hebben ze Bastianelli nog in de rangen? Ik zie toch geen wereldbandjes, zie ik niet, nee. Voorlopig is Bastianelli zoek. In de ploeg Bastianelli, Amiel Jusic. Ja, Gasparini en Amiel Jusic die daar nog zitten. Bertizzolo, Boujac, Holden en Gasparini. Dat is het zestal. Geen Persico dus. 7,5, 3/4 minuut. Gasparini kan ook wel een stukje sprinten. We gaan ervan uit dat er bij Lotte Kopecky van stilvallen geen sprake zal zijn. Dit is een vervelend stuk, hè. Vervelend stuk. 40, 42. Het... danst op en af. Nu gaat ze bijna de wind vooraan 43 krijgen. 43 riep daar iemand aan de kant. Ja. Heb je daar als renster wat aan? Of renner? Uiteraard. Nieuwenhoven. Kan ze het afmaken? We zitten alweer op het puntje van de stoel. Stel je voor dat we nu al verwend worden. Kopecky is alleszins bezig om... ofwel dingen die al heel lang niet meer gebeurd waren voor België, of dingen die nog nooit gebeurd zijn voor België, om daar een einde aan te maken. Strade was nog nooit gebeurd. Ronde van Vlaanderen was lang geleden. Nu nog eens wereldkampioen geworden. Dat is nog langer geleden. Dat is heel lang geleden. Met Nicole van den Broek. Elk jaar moeten we die naam blijven herhalen. Jaren 70. Vorig jaar er heel dichtbij. Australië, weet u nog. Van Vleuten met een ultieme move. Ja. En Vollering moet nu leidzaam toezien hoe ze een trein op gang gebracht hebben. Het verwondert mij dat Jumbo-Visma hier niet helpt op kop meerijden. Ja, de benen niet meer? Of wetende dat... Je zit daar met 3, hè? 36 stuks boet nu een paar seconden in van haar voorsprong. Is nog lang niet zeker, hoor. Mooi manoeuvre, daar niet van.
En hoeveel zit er nog op bij deze vrouwen? Holden onder andere. En tegenwind helpt daar niet. Maar ik zei het daarnet al bij het begin van de uitzending, die is nu wel wat gaan liggen. Je ziet het toch aan haar, hè, dat ze wat kilo's kwijt is. Meer dan 50 kilometer per uur. 50 kilometer per uur. Staat echt scherp. Absoluut. Het loont. En is bijna van die vervelende betonbaan vanaf. Dat gaat ook al helpen. Nog even tot aan de kerk in Denderwindeke. En dat is niet ver meer. Gaat hier zo meteen zelfs een klein stukje naar beneden. Enfin, licht dalend, zeg maar. En ze blijft naar haar voorsprong polsen. Nee, je zag haar net communiceren. Ja, 32. Heel veel motors. 10 stuks er nu wel vanaf. Vollering wil iets proberen. Spreekt met Wiebes. Kunnen wij daar wat gaan tussenrijden? Daarnaast of iets doen? Maar ze laten haar er niet tussen natuurlijk. En gelijk hebben ze. Hier komt Wiebes. We moeten de poel nog wat meer forceren. SD Works met Reusser ook nog. En Bosuit onderaan in beeld. Ja. Benieuwd waar zij straks kan uitkomen in een sprint. Natuurlijk, we zitten hier met kleppers. Hè. 28 seconden. Is het aan het kantelen? 27 seconden. Moeilijk. Op dit moment het peloton in het voordeel, zou ik durven zeggen. Ja, ze komen nu toch dichterbij. Hè. Je hebt het gezien, daarnet enkel de rensters van Movistar, maar nu waren de rensters van UAE aan het meehelpen. En dan kan het natuurlijk sneller beginnen gaan. 28 seconden, 29. Moet volhouden. Moet zo lang mogelijk een deftige bonus bij elkaar zien te houden. Om dan, ja, een laatste kilometer. Het zou heel spannend kunnen worden, hoor. Lotte die hier na de Strade Bianche rijdt. Gent-Wevelgem gaat rijden. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Gold Race. Met andere woorden, dat zijn allemaal zondagskoersen. Geen enkele midweekkoers. En de ploeggenotes, waar zijn ze? Kopecky, lastig stuk hier. Hè? Geweldig lastig stuk. Laporte deed het hier misschien wel wat beter. Voor Van Baarle. Die waren natuurlijk ook maar met vier. Maar ja, toch. 31 weer. Wat doet het peloton om dat hellende stuk? Ontneemt hen dat de goesting? Of krijgen die vanuit de volgwagen constant het devies? Het is aan het lukken. Jullie zijn aan het naderen. Rustig blijven verder doen. Belgische triomf is nog 4 kilometer van ons gescheiden. En dat is nog een wereld voorlopig. Waar zitten die rensters van SD Works? Daar, aan het wiel van Lippert. Kopecky die een nieuw elan gevonden heeft. Met een klein beetje, ja, klein beetje veel op dit moment. Het zog. Ja. Jij kijkt naar mij met ogen van, gaan dat toch niet erg vinden? We moeten objectief blijven. Hè? Het is weg. De motor is weg. Laatste stukje daar. Omhooglopend. En dan een stuk dat heel makkelijk gaat bollen. Maar ook voor het peloton. Hè. Daar kan het peloton veel vaart maken. We gaan weer naar 36. Hier kan het snel gaan. Hier kunnen ze snel dichterbij komen. Het blijft Makai, denk ik, die op kop sleurt. Ja, maar hoeveel zit daar nog in de tank? Als ze dit kan klaren, Lotte Kopecky, dan is dat alweer een geweldig kabinetstuk van haar. Ronde van Vlaanderen was dat uiteraard ook. Maar met heel veel hulp van Chantal van den Broek. Strade Bianche was tactisch en fysiek een huzarenstukje wat ze daar deed. Maar nu hebben we haar al veel alleen weten binnenkomen. Ik ben zelf aan het nadenken. Ja, met twee, met drie. Dat wel, maar echt alleen. En aanvallen van voor de muren. En 37 zag ik daar even verschijnen. Ja, en dan toch zo in de winter in vraag gesteld worden. Hé, met als ze niet meer samenwerkt met haar trainer en haar ex-vriend. Hoe goed is ze? Hoe goed zal ze zijn? Zal dat wel gaan zonder trainer? Maar wordt nu toch begeleid door enerzijds Anna van der Breggen, uiteraard. Niet de minste, hallo. En ook vanuit de wielerbond. Dus is een perfect te doen. Heeft dat allemaal heel goed gepland deze winter. 3 kilometer, 2,9, een halve minuut. Ze hebben er nu eigenlijk niks meer van afgekregen. Nee. Nu komen ze niet meer dichter. Zij zijn al 2 kilometer status quo aan het rijden. Kopecky die uiteraard in de oortjes nu doorkrijgt. Je hebt het zelf in handen. Je hebt van die renners die op dit moment zeggen, ik mag niet onder de 50 zakken. Ik moet die 5 zien blijven staan. Als je dat nog kan. Ja. Tegenwind.
Schmil deed het ooit, diep in de Ronde van Vlaanderen. Die vijf moest daar blijven staan op dit moment, want het peloton joeg geweldig hard achter hem. Ja, de rensters van UAE, in functie van Gasparini. Zij jagen ook. Als we een halve minuut hebben op 2 kilometer van de streep, is het binnen ze. Hè. Dat rijden ze nooit meer dicht. Het is vlak. Ik zou zelfs durven nu al zeggen, het is binnen. Ik denk het ook. Tenzij dat die klok nog bokkensprongen gaat maken, dat is iets anders. Maar zij heeft weerstaan aan de druk van achteruit. Ze rijden wel een pakje sneller daar. Zij rijdt op een vlak stukje. En daar gaan we weer de laatste zonk krijgen, zeg maar, richting de volgende kerk. En dan is het bijna binnenkomen. 26. Een half minuut is er nu niet meer. En dan heeft 24. Ze, dan kun je zeggen... Oh, tegenwind. Dat ze door de komst van Wiebes op een compleet andere manier heeft kunnen koersen. En dat het... Iedereen stelde zich die vraag van... Ja, is dat wel goed voor Lotte Kopecky, die komst van Wiebes? Ja, dat is goed voor Lotte Kopecky. Niet afgeven, niet afgeven. En hier zijn ze echt met 2, 4, 6. En het is pas nu dat de rensters van Canyon-SRAM zich naar voren begeven. Hè? Aanvalletje, Nibia Doma of wat? Tegenaanval zowaar. Ja. Nibia Doma, 21 seconden. Lotto Kopecky, volhouden. Volhouden, 19, niet afgeven. Je bent er enorm dichtbij. Dit kan wel de achtervolging breken natuurlijk. SD Works. Het is nog een geweldige lel van Nibia Doma. En Lippert die daar naartoe gaat. En dan stopt het ongeveer zeker. Of gaat Lippert toch nog door? Wat is Lippert sterk? Zeer sterk. Heel sterk. 17 stuks, laatste kilometer. Of gaat er zo meteen weer wat vanaf? Of gaat die brug hier nog roet in het eten gooien? Nu hebben ze voor een nieuwe aankomst gekozen. Dat mag toch niet? Vollering gaf daar een elleboogje. Om ertussen te geraken. Geen enkel idee. Amai, ze maken het wel direct spannend. Zo vroeg op het seizoen. Lotte Kopecky, laatste kilometer, de VOD. Geweldig, geweldige stoot die ze probeert uit te halen. Onze collega Willy de Klerk die noteerde 27 seconden daarnet onder de VOD van de 2 kilometer. Collega Spieker. En ze kijkt en ik denk dat ze nu hier een goed gevoel van gaat krijgen. Wij ook? Wij ook, jawel, hier krijg je een goed gevoel van. Dat is voldoende. Het is geen stervende zwaan hè, die hier aan het rijden is. Nee. Het is nog even... Het is aan 50 km per uur nog een goede minuut rijden. En ze trapt ook nog soepel. Hè. Het is niet dat ze zich verliest in een te zwaar verzet of zo. Hè. Mensen lachen, mensen zijn blij. Mensen zien een Belg komen. Wat daar net bij de mannen niet lukte, gaat bij de vrouwen wel lukken. Van Baarle draaide België een loer. Maar Lotte Kopecky gaat het doen, hoor. Ze gaat het doen. Vertrekken nog voor de vesten aan de kerk in Gerardsbergen. Aan het supporterscafé van Remco Evenepoel. Misschien moeten ze daar voor haar ook een beginnen maken. En hier is ze binnen. De nul is weg voor België. We winnen, en zij vooral, voor het eerst in de geschiedenis de omloop, het nieuwsblad met België. Meteen een dik uitroepteken achter haar naam zetten. Lotte Kopecky, geweldig, geweldig, geweldig. De sprintster is een aanvalster geworden. Een geweldige allrounder is ze. En hier worden wij blij van. Ongelooflijk blij. Amai. Kijk, en nou Wiebes. Wiebes gaat er nog een tweetje van maken. Een 1-2'tje. Een 1-2'tje. En Vollering is daar ook heel blij mee. En ze maken het allemaal af. En Bastianelli op 3. Er toch nog bij. Ja. Ook in haar laatste jaar. Bastianelli. Ja. Chapeau voor Van Vleuten. Chapeau voor Bastianelli dat je toch nog altijd niveau haalt om hier mee te sprinten. Allee, zeg. Ja, jongens. Het loont, de komst van Wiebes. Ja, aan de andere kant moet je wel elke keer door het gaatje gaan nu. Want anders... Maar dat doet ze ook graag, hè. En dan herontdekt ze zichzelf ook een beetje. Zij is niet de type sprinter als een Wiebes die altijd moet wachten tot aan de finish. Next time I go later, zegt ze. Maar anderzijds, als ze zou wachten op de Bosberg, was haar gat daar zo groot niet. Nee. Klopt. Goed gedaan. Het is enorm, enorm goed gedaan. Royster blij, Vollering blij, Wiebes ook blij. En men heeft er uiteraard voor gezorgd dat Wiebes meer op die midweekkoersen gaat mikken. Laat ons ook duidelijk stellen, Wiebes is mee, Balsamo niet. Juist. Was wel bij die 17 mee. Was bij die 17 mee. Maar goed, dat telt niet. Als de forcing dan echt werd gevoerd, was ze er niet meer bij. Lotte Kopecky. Kleurtje dag. Allee,
Maarten gaat weten over wat spreken. We zijn goed gestart, hè? Ja. Tof is al. Zullen ze in de studio wel krijgen? Ja. Allee, denken we toch. En uiteraard gestart als huizenhoog favoriet. Ik denk dat iedereen in België die het wielrennen warm hart toedraagt en dus ook bleef zitten voor het vrouwenwielrennen. Collega's zwaaien even. En Maarten, denk ik. Hè. Die was daar een manoeuvre aan het uithalen. Alleen manoeuvre een teken aan het doen. Hier heb je Gretel Korevits van de ploeg. Dochter van Hugo. Ja. Maarten deed teken. Je komt toch naar de studio en ze deed ik kom. Voilà. Gebarentaal voor gevorderden. Even wachten. Maar dus iedereen in Vlaanderen zal waarschijnlijk... En ook wij komen nu in een commentaarkabine tegenwoordig van... Ja, de druk rust op haar schouders. Ze kan het afmaken. Het is niet meer van ze kan mee zijn en misschien dan winnen. Nee. En het dan doen, dat zijn altijd de moeilijkste. Hè. Als topfavoriet het moeten afmaken. De koers helemaal aan je hand zetten. En hoe fantastisch is het om het seizoen zo te kunnen starten. Ze heeft daarnet op de piste gescoord. Goud, brons, vierde plaats. Dan dit. Dan komt de Strade eraan. Ja, jongens... Aha. We weten nog meer. We krijgen nog meer inside info. Maarten zou bitterballen beloofd hebben aan Lotte Kopecky. Oh, en dat ze deed teken dat ze kwam. Oké. Okay. Ah, bon. Ja, voor bitterballen zou ik ook wel de omloop het nieuwsblad winnen. En by the way, de eerste winnares die dezelfde premie gaat krijgen dan de mannen. Klopt. Goed gekozen van Lotte Kopecky. Klopt. 20.000 voor Van Baarle, 20.000 voor Kopecky. 20.000 voor Lotte Kopecky. Voor het eerst... Alle wedstrijden van Flanders Classics krijgen de vrouwen evenveel prijzengeld als de mannen. En zie eens hoe Wiebes er hier nog uitkomt. De kanonskogel. De rest uiteraard niet op de foto. Met de Norsgaard die ook nog meestringt. Sprintliever en Bastianelli. Het programma van Lotte nog eens heel even meegeven. De omloop, de Strade Bianche, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Maar wat gaat dat hier een schone lente worden? En weten dat deze omloop het nieuwsblad voor het eerst ook een World Tour koers geworden is. Juist. Er zal een World Tour wedstrijd op haar naam staan. 400 weer, punten voor de winnares, voor wat dat waard is. Hè? Voor de World Tour ranking. Maar wat is ze een complete renster geworden. Haas was er natuurlijk vorig jaar al door te winnen in de Ronde van Vlaanderen, de Strade Bianche. Maar... Zie ze staan. Iedereen stelde het in vraag. En daar staan ze straks op het podium naast elkaar. 1 en 2. En er gaan uiteraard momenten komen waarin de rollen omgedraaid gaan zijn. Tuurlijk. Maar ze heeft deze al op zak. Dus dan ben je des te... is de gunfactor ook naar de andere weer groter. Hè? En het is tof dat Lorena dan ook nog de pelotonsprint kan winnen. Hè? Dan krijg je zoveel vertrouwen. De eerste voor België. En niet toevallig van Kopecky. Wiebes, Bastianelli, Norsgaard, Pfeiffer, Georgie, Koster, Ton, Schweinberger, Paladin, Longo, Borghini. Vandaag, toen ik naar hier aan het rijden was, stelde ik mezelf de vraag. Mogen we zeggen dat Lotte Kopecky de beste Belgische wielrenster ooit is? Je kan natuurlijk discussiëren over wereldtitels voor Yvonne Reinders. Ik vind dat een hele moeilijke vraag. We hadden het met Karel donderdag in de zaalshow ook nog over... Maar denk aan haar wereldtitels op de piste. Ja, ook. Maar hoe vergelijk je het vrouwenwielrennen van nu als met dat van 10 jaar geleden? Gewoon ik vind prijzen. Het heel moeilijk. Prijzen gewoon. Het niveauverschil is zo groot dat Maar dat bijna... wil zeggen dat het nu nog straffer is. Tuurlijk. Ah, maar goed, dan moet je zeggen dat het... Dat zij het wel is. Ah ja, absoluut. Ja. De beste Belgische renster ooit. Dan zijn we eruit. Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche. Nu de omloop. Een paar wereldtitels op de baan. De weg, die zal nog wel volgen. Ja. Waren natuurlijk, en daar moeten we aandacht voor hebben. Gelukkig dat Tinneke hier nog iets opschrijft onder mijn neus. Er waren natuurlijk heel wat minder wedstrijden vroeger. Ik spreek dan in de jaren 80, 70 voor vrouwen. Ronde van Vlaanderen bestond niet, klopt, bijvoorbeeld. Hè. Zeker en vast. Dus vergeet die discussie. We hebben ze niet gevoerd. We gaan luisteren naar de winnares. Lotte Kopecky, what a win. Tell us your point of view of that final. It was pretty hard. But I had a really good feeling during the race, also in the climbs. I really felt strong. And it was not really the intention to go already on the muur. But... I started with my pace on the muur and nobody could follow. So then, I could not hesitate anymore and just try to. Ze valt weg. Hey.
Lotto, trotse gangmaker van de koers. Stella, de e-bike specialist van België. En ze viel weg, Lotte Kopecky. Wat kunnen we wel nog vertalen wat ze daarnet aan het vertellen was? Dat ze zich geweldig goed voelde op de bergjes en dat ze dan ging versnellen, dat ze ging tempo maken op de muur en dat uiteindelijk niemand kon volgen. En de rest, dat gaan we straks wel horen, want ze komt wellicht naar onze studio. Ondertussen is er al een ploegmaat binnengekomen, Marijn de Vries en Jan Bakelands zitten hier. En Demi Vollering, die is er ook komen bij zitten. Demi, ik zag jou juichen toen je over de streep reed. Je was heel blij met die overwinning van jouw ploegmaat, Lotte Kopecky. Zag ik. Ja, zeker. Supermooi. En heel erg dik verdiend. Dat is, ja. Eigenlijk, dit was een beetje het plan. En ja, dat het zo uit kon pakken, dat is natuurlijk een droom. En dan Lorena nog tweede, dat was wel schitterend. Ja, wisten jullie dat ze goed was? Had Lotte Kopecky dat ook al aangegeven? Van, ik ga wel iets proberen op die muur, waar het vorig jaar dan net niet lukte. Ja, ik zag in de training op trainingskamp al dat ze supersterk was. En we deden wat wedstrijdjes met de ploeg. En ja, Lotte reed zo sterk, ook bergop. We deden één race bergop en ja, die won ze. Dus ja, ik wist gewoon hoe sterk ze was nu. En ze is zo goed in orde. Dus voor mij was het geen verrassing. En gisteravond zei ze in de bespreking al van... ik heb vertrouwen in de Bosberg. En als Lotte dat soort dingen zegt, dan komt het altijd goed. Want ah ja, is dat zo? Ja, dat zei ze in Straden ook en dat zei ze in Vlaanderen ook. En dan weet je dat ze het kan. Ik vond dat toen heel straf in de Straden. Want ze sprak toen, zagen we later in beelden die opgenomen zijn binnen de ploeg... zagen we dat ze gewoon in de bespreking zei... ik denk dat ik Strade Bianca kan winnen. En ik vond dat vorig jaar, als je het van tevoren had gezegd... nou niet echt per se de koers die zij zou kunnen winnen. Maar ze weet dus wel heel duidelijk wanneer ze zich goed voelt. Dus dat moet ze nog wel vaker zeggen. En dan gaat ze nog meer... Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Hoe is het met de dynamiek in de ploeg, Demi? Want in de Ronde van Frankrijk leek dat niet altijd 100% te zitten. En nu rijden jullie perfect als ploeg. Net zoals Jumbo-Visma... daar straks bij de mannen? Ja, ik heb de mannenwedstrijd natuurlijk niet gezien, dus ik heb geen idee. Maar ja, de dynamiek in de groep is nu zo goed. En er was in het begin, toen Lorena naar onze ploeg kwam... toen zeiden mensen allemaal, oh, dit wordt niks en dat wordt lastig voor Lotte. En wij zeiden allemaal in de ploeg, komt allemaal goed. Het is alleen maar een voordeel voor ons. En ik denk dat Lotte er ook heel goed mee om is gegaan. En die twee kunnen hartstikke goed samen. Ja, iedereen weet ook nu in de ploeg, Lorena is een supermens... Dus die kan net zo goed voor ploeggenoot rijden als dat er voor haar gereden wordt. En dat, je merkt gewoon heel erg, bij ons is iedereen super goed. En iedereen is heel eerlijk naar elkaar en iedereen vertrouwt elkaar heel erg. Dus ja, als je voelt een dag van oké, dit is niet mijn dag, dan zeg je dat gewoon tegen elkaar. En dan weet de ander oké, dan is het vandaag aan mij. En ja, we durven gewoon heel eerlijk naar elkaar te zijn. En dat is het heel belangrijk natuurlijk in de ploeg. Ja. En dan ziet die dynamiek inderdaad ook heel goed. Hè? Je zei het daarnet van Lorena Wiebes, die transfer. Er werden vragen bijgesteld. Gaat dat wel goed zijn voor Lotte Kopecky? Je zegt net, ze doet dat zeker om te werken voor anderen, voor Kopecky. Dat hebben we ook gezien op de Bosberg. Hè? Het was echt wel Wiebes die zich daar in het wiel van Lippert zette om echt niemand te laten rijden. Het was een geweldige inspanning. Ik weet niet of jij dat hebt kunnen zien van op de positie waar jij rijdt. Hier zien we dat, boven op de Bosberg. Ja, klopt. Dat was supermooi. Het mooie vind ik eigenlijk ook wel dat je kan zien dat Wiebes ook gewoon kon klimmen. Ik denk dat ze een pure sprinter is. Ja. Maar die zit hier in het wiel van eigenlijk de sterkste vrouw van het WK van vorig jaar. Ja, dan moet je echt ook wel omhoog kunnen. Geef Lorena een beetje vertrouwen en ze gaat ervoor. Ja, en ze gaat de Tour winnen. Nee, dat gaat ze niet doen. Dat is iets wat jij wel wil doen, denk ik. Hè? Dat is voor jou het grote doel straks om die Ronde van Frankrijk te winnen. Ja, dat is zeker een groot doel voor mij. En ja, ik geniet er enorm van hoe ik de ploeg nu zie rijden. En hoe goed de sfeer dit jaar in de ploeg is. Dat is echt geweldig. Dus dat geeft voor het hele seizoen al heel veel vertrouwen. Ja, jij woont in Zwitserland. Jouw echtgenoot die werkt daar als manager, denk ik, van operatiekamers in het Zwitserse ziekenhuis. Wat is het voordeel om als atleet te trainen daar in Zwitserland in de bergen? Ja, voor mij helpt dat enorm natuurlijk. Ik bedoel, als je in je trainingen je blokken bergop kan doen, dat vind ik super, ja, veel fijner als dat je het op het vlakke doet. En ja, ik weet niet, als je dan gewoon een duurtraining doet en je hebt 2500 hoogtemeters of zo, dat is toch anders dan dat je 5 uur vlak in Nederland fietst. Dan kan je nog wel de tegenwind hebben, maar ja, ik fiets toch gewoon heel graag bergop. En zeker waar wij wonen, Baselland, kan je zoveel kanten uit. Dus ja, Marijn weet het nu. Ja, Marijn, jij bent daar komen op gaan opzoeken, hè? Een paar weken geleden. Ja, 3 weken geleden. En ja, jij zei nog, het gaat misschien een beetje regenen, maar we belanden in de sneeuw. Ja. We hadden in 100 kilometer volgens mij, hoeveel hoogtemeters?
Volgens mij iets van 2500. Ja, ook, het was echt veel, een zware rit. En ja, het was heel mooi om te zien waar je altijd traint. En wat ik toen niet gevraagd heb, maar wat ik me eigenlijk nog wel afvraag is... Ik weet dat Anne van der Breggen op dit moment jouw trainingsprogramma's schrijft. Ja. En je traint echt anders dan hiervoor, vertelde je. Ja. Maar wat doe je nu precies anders? Ja, ik doe zeg maar nu veel meer VO2 max. En ja, veel meer geregeld gewoon goede duurtrainingen. Dus ja, ik zie dat mijn motor dit jaar al wat uitvergroot is. En ja, ik merk gewoon dat ik daar ook weer wat sterker in word. VO2 max trainingen, dat zijn maximale zuurstofopname trainingen. Hoe zien die er dan precies uit? Want ik denk dat niet elke kijker kan volgen als het om VO2 max trainingen gaat. Ja, dat kan verschillen qua minuten, zeg maar. Als je bijvoorbeeld een korte VO2 max trainingen doet, dan doe je bijvoorbeeld 4 keer 2 minuten. En dan korte rusten tussen. Dus 4 keer 2 minuten met 1 minuut rust bijvoorbeeld. En ja, dat op een wattage dat je zeg maar niet all out de eerste. Dat je denkt van oké, dit is pijnlijk, maar ik kan het volhouden. En dan de laatste, ja, die is wel vrij al oud, zeg maar. Ja, deed jij het ook zo, Jan, op die manier? Ja, iedereen doet dat tegenwoordig. Dat zijn interessante trainingen. Daar kun je heel veel van verbeteren. Ja, en het is daarom dat jij ook al enorm verbeterd bent. Want jouw echtgenoot die kon in het begin nog wel volgen. Lazen we in dat stuk van NRC van Marijn. En nu staat hij niet meer op de foto als je dat trekt. Ja, die heeft het tegenwoordig iets moeilijker. Oké, goed. We gaan je laten gaan. Heel veel succes nog dit voorjaar. Ook heel veel succes straks in de Ronde van Frankrijk. We gaan eens luisteren naar jouw ploeggenoten die daar zo vol voorbeeldig werk opknapte op die Bosberg. Hier is die supersnelle Lorena Wiebes. Lorena Wiebes, een sterke tweede plaats. En natuurlijk Lotte die de wedstrijd wint hier. Ja, beter kan niet, hè, voor jullie ploeg. Nee, dit is een hele goede start van het seizoen. Dit toont misschien ook de uitstekende wisselwerking waar jullie op gehoopt hadden. Nu dat jij bij de ploeg bent bijgekomen, dat Lotte een andere manier van koersen kan doen. Ja, en ik zag al meteen vandaag dat Lotte heel sterk was en gemakkelijk de heuvels overkwam. Dus ja, het is heel knap wat ze hier doet. Ja, Lotte, zei me dat jullie deze morgen gezegd hebben iets van het is een nationale steek alles in de fik dag of zoiets? Ja, we wisten natuurlijk dat we super sterk waren, dus dan we moeten het ook waarmaken. En dat is goed gelukt. Schat dat eens in hoe sterk het is van Lotte om voorop te blijven, om die kopgroep, om die achtervolgende groep achter haar te houden, waar jij dan zat. Ja, dat alleen tegen zo'n groep, dat is heel sterk natuurlijk. Ja, heel sterk. Zeker met de tegenwind. Maar ik zag al op trainingskant dat Lotte heel sterk was, dus alle vertrouwen hadden we. En dan die sprint voor de tweede plaats, beschrijf die eens. Ja, ik raakte eigenlijk het wiel van Demi kwijt. En Marlen, die positioneerde eigenlijk heel goed, waardoor ik even een andere weg moest zoeken. Maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. Dit belooft ook voor de komende weken, hè? Met zo'n ploeg, zo'n duo ook. Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb echt heel veel zin in het seizoen. Oké, dankjewel. Ja, ze was ontzettend sterk natuurlijk. Lorena Wiebes heeft iedereen verbaasd, denk ik wel, met haar inspanning daar op de Bosberg. En zij had toch ook weer gezien dat Kopecky zo goed was op training daar in Spanje. Ik was eigenlijk ook wel verbaasd dat Demi zei dat Kopecky haar eraf reed. Ja, bergop. Vollering is gewoon een echte klimster. Ja, dan is Kopecky onvoorstelbaar goed. En je kon het ook zien, hè, met zoveel vertrouwen, eigenlijk op de plek waar Wout van Aert vorig jaar ging, voor de kasseien al. Het was een blauwdruk, ja. Ja, had ze goed naar gekeken. Ja, er zat ook gewoon echt wat op. Ja. En ik vind ook eigenlijk, als je ook kijkt naar de foto's die ze op social media posten. Dan zien we die hele ploeg, hè, de dynamiek van die ploeg. En haar interviews van de afgelopen tijd. Ik heb echt het gevoel dat Lotte deze winter een beetje opengebloeid is. Ze straalt heel veel zelfvertrouwen uit en heel veel zelfbewustzijn. En ik vind dat ze er niet alleen heel scherp, maar ook gewoon echt heel sterk uitziet. Ja, ze staat ook scherp, want ze is 3,5 kilo kwijt in vergelijking met vorig seizoen. En ze zegt, ik trap nog altijd dezelfde wattages. Ja, nou, dan klim je beter, hè? Dan is de wiskunde heel eenvoudig. Ja, ze geeft een hele goede indruk en ik... Je ziet hier ook dingen doen dat ze vroeger niet zou gedaan hebben, denk ik. Dan zou ze meer afwachtend gekoerst hebben. En misschien is dat verloren WK daar wel heel leerzaam in geweest. Want daar kreeg ze eigenlijk een beetje bij toeval de kaarten toegespeeld om dat te winnen. En ze liet dat door een gebrek aan initiatief, vind ik, aan zich ontsnappen in die laatste kilometer. Ze moest daar altijd direct reageren op alles wat bewoog. Ze doet dat niet, ze verliest dat. Ik denk dat dat een heel pijnlijke, maar belangrijke les is geweest om die winter in te gaan. Absoluut. Ja. We gaan het er straks nog meer over hebben.
hebben, maar ik zie dat ze op het podium aan het stappen zijn. De podiumceremonie is begonnen. Dan gaan wij opnieuw naar onze commentatoren Ruben en Inne. Inderdaad, dat zal zeker een les geweest zijn. En ze plukt er een aantal vruchten van. Hier komt Lotte Kopecky klaar in de catacomben. Vorig jaar dat beeld op de Ronde van Vlaanderen met een menigte die gek werd. Pintjes in de lucht gooien, weet je nog, dat moment, dat was heel mooi. Prachtig beeld was dat. Bastianelli staat hier voor de derde keer in haar carrière op het podium. Heel veel professionalisme van deze vrouw op rechts. Tweede in 19, tweede in 20. Wiebes doet het voor het eerst. Nee, vorig jaar derde, excuseer. Na Van Vleuten en Vollering. Maar Kopecky is primus. Heb je nog wat opgeschreven? Nee, ik had enkel nog opgeschreven dat over daarnet, over de achtervolging, dat ik een beetje misschien teleurgesteld was in sommige ploegen. Niet teleurgesteld, want ik ben uiteraard blij dat Lotte Kopecky heeft gewonnen. Maar in de organisatie van de achtervolging kon het misschien nog net iets beter. Maar vooral duidelijkheid, het hoefde niet meer voor mij. Want kijk, ik ben heel... De start van een prachtig voorjaar. En conclusie aan het eind van deze mooie dag. Er was tegenwind en het ging moeilijk zijn. En het ging lastig zijn om weg te blijven. En het zijn twee solo's die gewonnen hebben. Exact. Wat is de koers? Heerlijk onvoorspelbaar. Ja. Want uiteraard zij die dat zeiden, en mezelf in kluis vermoedelijk, hadden gelijk dat ze die conclusie trokken vooraf. Want de wind is inderdaad een nefaste factor om weg te blijven. Maar als je sterk genoeg bent, zoals Van Baarle en zoals Kopecky, dat telt de rest niet mee. Champagne. Hier gaan we geen genoeg van krijgen, hoor. Dit mag nog een paar keer. Dit voor je. Ja, op de duur begin je het natuurlijk ook wel te verwachten. En nog meer te verwachten. En, gaat niet elke keer lukken. Het gaat niet elke keer lukken. Kijkers. Daarvoor zitten er te goede andere rensters bij haar in de ploeg, denk ik. Dat het zal niet altijd aan haar zijn. Dat mogen we van haar inderdaad niet verwachten. Volgende afspraak voor de vrouwen is Samijn. Dinsdag. Maar daar zal zij niet mee doen. Ze focust zich dus volledig op de zaterdag-zondagkoersen. En dat snap ik wel. Niet te veel hooi op de vork nemen ook niet. Als het goed gaat, hou het zo, verbrand jezelf niet. Je neemt al zoveel hooi op de vork met de piste en noem maar op. Ja. Dus het is mooi, het is goed. Tineke, dankjewel. Inne, dankjewel. Met plezier. En uiteraard zijn er nog bitterballen in de studio bij Maarten. Wij kunnen misschien ook eens langs gaan. We gaan eens gaan kijken. Hou er nog een paar opzij voor ons. We zullen eerst Lotte laten afnemen en dan is het aan ons. Maar Maarten, het is terug aan jou. Die bitterballen, Ruben, daar ben ik nog niet zo zeker van. Er is in ieder geval al iemand met een pak friet binnengekomen. En we proberen nog ergens bitterballen te vinden, in ieder geval voor Lotte Kopecky. De winnares van vorig jaar, daar gaan we het ook nog heel even over hebben. Annemiek van Vleuten, niet helemaal gezien in de finale, maar had dat zo zijn reden, denk ik. Maar, hè? Ja, we hebben het ook niet gezien in beeld, maar ze schijnt van fiets gewisseld te hebben voor de muur. Ze was wel heel actief in de koers. Ze was eigenlijk degene die voor de Molenberg, waar uiteindelijk ook een schifting is gemaakt, continu op kop reed. Dus ze was wel heel sterk, dat kon je wel heel duidelijk zien. Ja, toch heel sterk. En ze heeft getraind op haar explosiviteit. Hè. Dat hebben Inne en Ruben daar straks al weergegeven. We gaan er ook eens naar luisteren naar de wereldkampioene en de winnares hier van vorig seizoen. Hier is Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten, ja, vertel eens, hoe ging het in de finale? Ja, ik had 2 kilometer voor de muur en lekker band, dus dan is de wedstrijd over. Ja, dat ging blijkbaar ook niet heel vlot daar. Oh, nou ja, op zich wel. Nee, dat niet. Maar ja, als het gewoon volle bak naar de muur toe rijden is, dan moet je al op een top zijn om van voren de muur op te draaien. Dan is het niet het moment om even een fietswissel te doen. Ja, en dan vertrekt Lotte Kopecky. Ja, dan weet je dat het voorbij is? Nou, daar kon ik al überhaupt niet meer mee doen. Nee, weet je, mijn wedstrijd was gewoon over. Ik kon, soms, alleen als ik verwijtbare fouten heb, dan baal ik ervan. Hier baal ik ook van, maar ja, lekker band. Niks aan te doen. En jammer dat ik mijn been niet heb kunnen testen. Want we reden wel heel goed als ploegen. Dat vond ik wel mooi. Dus dat er nog iets positiefs mee te nemen. Maar verder is niet mijn dag. Niet helemaal de dag van Annemiek van Vleuten. Terwijl we ondertussen Lotte Kopecky zien afkomen. Voilà, ze staat daar aan de tent van onze studio. Ze gaat zo meteen binnenglippen. En dan kunnen we de winnares, de eerste Belgische winnares van de omlopen Nismo. Daar is Lotte Kopecky. We zien ze al. Laat ze maar komen. Ja, natuurlijk. Kom er maar aan, Lotte. Dank je wel om zo snel tot bij ons te komen. Dikke proficiat, ook vooral met jouw overwinning. Allereerste Belgische die wint in de omloop. Heb je honger, Lotte?
Ik ruik bitterballen. Maar het zijn geen bitterballen, het zijn frieten. We gaan ze daar zetten. Je moet er vooral niet van eten als je dat niet wilt. Maar er zitten wel koolhydraten in, dat weet jij natuurlijk ook. In frieten, de bitterballen, die waren er helaas niet. Ik had ze jou beloofd. Dat is omdat we samen in Vrede op Aarde zaten en daar een kom van 50 bitterballen moesten opeten. Als je zou winnen, dat heb je gedaan. Heb je jezelf verbaasd vandaag? Of voel je je zo sterk en wist je, dit is mijn moment daar op de muur. Daar moet ik alles en iedereen aan flarden rijden. Ergens toch een beetje verbaasd. Ik voel me heel sterk op de klimmetjes. Maar dan was het niet echt de bedoeling om al op de muur te gaan. En ik heb er nog nooit in mijn leven een solo gereden. Dus het was toch voor mezelf een beetje zoeken van hoe kan ik die inspanning het best indelen. En welk vermogen kan ik tot aan de finish volhouden. Nou, hier zien we jou op die muur. Hier zien we jou klimmen. Was je dan de hele tijd naar die wattagemeter aan het kijken? Om te weten welk vermogen je kon en moest trappen? Gewoon in die niet echt, maar dan toen we daar rechts draaiden, dan keek ik naar beneden en zag ik wel dat dik in orde was. Dus was pacing tot boven. Ja, de Bosberg, die kwam er dan ook aan. Wist je van, dit is misschien nog wel het moment voor de achtervolgers om terug te komen? Ja, ik wou in eerste instantie eigenlijk gaan op de Bosberg. Maar ik wist dan ook wel weer, als ik naar het vermogen keek, dat ze daar niet dichter gingen komen. En je had daar ook natuurlijk goede ploegmaats. We hadden net Demi Vollering hier bij ons in de studio. Lorena Wiebes, die reed echt het snot door de neus, moet ik zeggen, om alles en iedereen bij te houden. Lippert, die was daar nog een geweldige inspanning aan het leveren. En ze zat in het wiel. Geweldige inspanning was dat van Lorena Wiebes. Vooraf, toen Wiebes naar jullie ploeg ging komen, dacht iedereen, oei, gaat dat wel marcheren? En kijk eens, ze heeft berenwerk verricht voor jou. Ja, absoluut. Ik vond dat ze nou ook supersterk reed op alle klimmetjes. Ze zat, Ze was heel sterk ook. Dus ik denk dat we op deze manier toch wel er goed voor staan voor heel het voorjaar. En dat we elkaar enorm goed gaan kunnen helpen. Ja, dat zei Vollering ook. Ik voel een geweldige dynamiek in onze ploeg. Misschien meer dan vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. Voel je dat zelf ook? Ik heb wel het gevoel dat alles en iedereen goed aan elkaar hangt. Dus we weten ook dat binnen deze ploeg dat geven en nemen is. Dat alles op een bepaald moment wel terugkomt. Dus, Je had gisteren ook gezegd dat je goed was, blijkbaar. Dat had je ook gedaan voor de Strade Bianche. Dat ga je elke keer moeten doen, voor er een grote koers aankomt. Het gevoel op training zat gewoon heel goed. En dan ga ik dat ook niet onder stoelen of banken steken. Ja. Ben je aan het afvinken, al die koersen? Want je hebt nu Strade Bianche op jouw palmarès staan. Je hebt hier de omloop vandaag binnengehaald. Je hebt de Ronde van Vlaanderen ook al gewonnen. Ben je daar bewust mee bezig? Uiteindelijk elke koers die je kunt winnen, die ga ik niet laten liggen. Maar ik zou het wel leuk vinden om op het einde van mijn carrière zoveel mogelijk vinkjes kunnen gezet te hebben. Ja, Roubaix, dat is er ook nog eentje. Daar ben je ook al heel dichtbij geweest, ja. Natuurlijk. Ja. Absoluut. Je straalt en je zei ook al in de voorafgaande interviews aan dit seizoen, ik sta ook scherp, ik ben 3,5 kilo kwijtgespeeld. Hè. Heb je dat bewust gedaan en hoe heb je dat gedaan? Door in ieder geval af te blijven wat daar naast jou ligt. Ja, je gaat er toch eentje nemen? Nee. Ik denk dat ik zeker niet te zwaar was. Maar er was echt wel ruimte voor verbetering. En het is niet dat ik plots alles uit mijn eetpatroon heb geschrapt of zo. Misschien om weer ouder te worden, dat op een bepaald moment dat nog iets makkelijker gaat of zo. Maar het is wel de juiste keuze geweest en ik denk dat we vandaag wel zien dat ze loont. Ja, want je trapt dezelfde wattages als voorheen. En dan weet je dat je meer wattage per kilogram lichaamsgewicht trapt natuurlijk. En dan ga je beter bergop rijden. Ja. Ja, ze straalt, hè. Lotte Bekje, dat had jij daar straks ook al wel gezegd. Ja. Dat is iets dat heel opvallend is en wat ze meeneemt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het juist helpt dat een Lorena Wiebes bij jou in de ploeg zit. Want jij weet nu ook, zeker als je haar vandaag ziet rijden naast je, ik hoef niet te twijfelen. Ik weet wat ik moet doen. Ik moet aanvallen. En dat geeft denk ik ook zelfvertrouwen. Dat je niet tijdens de koers denkt, wat zal ik doen? Zal ik wachten? Zal ik gaan? Je weet gewoon, ik moet gaan. En zij zit er wel achter. Ja, nee, dat klopt. En moest het vandaag niet gelukt zijn om het vol te houden tot de finish, dan weet je gewoon dat Lorena er zit. En dat we ook met Lorena een enorm grote kans hebben. En voor mij persoonlijk vind ik dat wel een heel leuk gevoel om zo de koers te starten. Ja, er is een klik tussen jou en Lorena Wiebes. Als je nu een van die topkoersen die je nog niet hebt gewonnen moet aankruisen, hè, welke zou dat dan zijn? Ja, sowieso Parijs-Roubaix. Dat was al een doel van
toch wel, dat speelt toch wel even niet in mijn hoofd. Dus ja, Parijs-Roubaix zou wel mooi zijn. En er zit ook een wereldkampioenschap aan te komen natuurlijk. Hè? Ja, maar we zullen eerst het voorjaar afwerken en dan dat WK, dat komt later. Ja, dat komt later en later komen ook nog de Olympische Spelen. Want in het baanwielrennen ben je ook uitstekend bezig. Daar pak je nog een gouden medaille op het Europese kampioenschap een paar weken geleden. Lotte, dank je wel. Heel veel succes nog dit voorjaar. We hopen jou nog vaak in de studio te hebben. Dat betekent dat je uitstekend hebt gepresteerd. En als je wilt, pak nog maar een frietje mee of gaan we op zoek naar de bitterballen. Ja, voor de collega's die daar staan, ja, die zien het helemaal zitten. Ik heb toch nog één vraag voor jou. Het feit dat het prijzengeld nu is gelijk geschakeld. Hoe belangrijk vind je dat? En hoe dankbaar is het dat je nu wint? En net op het moment dat het prijzengeld is gelijk geschakeld. Vorig jaar was het al in de ronde, denk ik. Ook in elke koersen. Dus ik vind wel van Flanders Classics een heel mooi symbool dat ze dat hebben gelijk getrokken. Voor alle koersen van Flanders Classics, hè? Ja. En dat dan een hefboom kan zijn misschien voor alle wedstrijden. Ja, nee, dat klopt. Jan, je wilt er nog op inpikken. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Eigenlijk is dat een non-discussie. Dat zou gewoon vanzelfsprekend moeten zijn dat dat overal hetzelfde is. Ik vind het heel raar dat zeker in de wedstrijden, waar het prijsgeld nog is wat het bij de vrouwen is. Is dat gewoon schandalig dat je daar iemand voor met de fiets laat komen rijden? Ja, maar je zou ze de kost niet willen geven. Die zeggen, ja, maar de vrouwen rijden minder kilometers. Dus dan ja, maar ze moeten er even hard voor werken natuurlijk. Hè? Ja, dat is logisch. Maar er zijn heel veel mensen die wel zo denken. Als je nu zie je dat dan echt wil promoten en het vrouwenwielrennen op de kaart wil zetten, die kaart is nu getrokken, dan ze verplichten nu bijna iedereen om een vrouwen World Tour ploeg te maken. Als je mannen World Tour ploeg hebt, ja, dan is het toch ook een kleine stap om een verplichting naar de organisatoren toe te zeggen. En te gaan zeggen van ja, je moet evenveel prijzengeld voorzien als bij de mannen. Ik ben het helemaal mee eens. Weet je trouwens hoeveel het is, Lotte, het prijzengeld? 16 of 18? 16. Nee, 16. Het is 20. Ja, in totaal 16.000 hoor ik hier. Nee, het is 20.000, zie je hier. In de... Ja, voilà. Ik weet niet wat... Je hebt het al even gecontroleerd. Ah, natuurlijk. Want ik moet zeggen, voor mij was het ook een verrassing. Het is nu 20.000, want vroeger was het effectief in koersen van deze categorie 16.000. Dus ja, hier 20.000. Voilà. Als Jan het zegt, dan is het zo. Lotte, we gaan je laten gaan met jouw friet. Staat in je boek. Want die mannen zijn aan het wachten op jou. En anders gaan die hebben honger. Je hebt waarschijnlijk ook honger. Anders gaan ze helemaal koud zijn. Nog eens proficiat en hopelijk tot heel snel succes in de Strade Bianche. Want die koers komt er zaterdag al aan. Wij gaan nog heel even terug naar de wedstrijd bij de mannen. We hebben de Dylan van Baarle, de winnaar. Die hebben we al gehoord in het Engels. Hier is hij nu in het Nederlands. Dylan van Baarle, je eerste wedstrijd voor Jumbo-Visma en meteen winnen, dat noemen ze een entree maken, hè? Ja. Sorry. Ja, het is natuurlijk geweldig. Beter kan eigenlijk niet om zo voor je nieuwe ploeg te beginnen natuurlijk. Ik denk dat de jongens super goed hebben gereden vandaag. Edo heeft min of meer het eerste gedeelte van de koers gecontroleerd. En, ja, ik denk als team waren we super sterk en ik kan ze niet genoeg bedanken. Wat doet je beslissen om voor de Haag ook op 40 kilometer van de aankomst in de aanval te gaan? Instinct. De ploeg vertelde me in Tenerife dat ik vooral mijn instinct moet gebruiken. Dat heb ik gedaan. Waar plaats je deze overwinning in je carrière? Ja, vorig jaar natuurlijk met Roubaix was een van mijn mooiste overwinning. Dus. Maar deze staat ook hoog op het lijstje. En nu is het duidelijk dat een voorbereiding zonder wedstrijden in aanloop te doen en dus alleen maar de hoogtestage te doen, ja, dat lijkt heel goed te werken. Hè? Ja, maar straks gaat volgend jaar het iedereen doen. Nee, ja, voor mij was het ook nieuw natuurlijk. Vorig jaar bewees de ploeg wel dat het goed werkt. En het werkt voor mij ook. Je rijdt Vermeers eraf. Op het Vossenhol, dat was voor ons verrassend dat hij daar moest lossen. Dan ben je gewoon heel sterk. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon tempo blijven houden en de groep draaiende houden. Maar ik merkte al snel dat die andere jongens een beetje op de limiet zaten. Helaas moest ik ze eraf rijden. Met deze vorm ga je er nog veel dichtbij zijn, denken we, dit voorjaar. Laat het hopen. Oké, dankjewel.
Er is natuurlijk ook nog een Wout van Aert daar in de ploeg. Koersen op instinct, Jan. Dat zei je daar straks in het Engelstalig interview. Nu ook, is het zo eenvoudig, koersen op instinct? Ik dacht dat je, zeker in die ploeg, ook wel met verstand moet koersen. En dat alles heel netjes is uitgezet. Telegeleid koersen. Ja, dans une journée de grâce. Ik dat ze in het Frans zeggen. Ik moet dat wel kunnen. Maar, in een begenadigde dag. Ja, ja maar ja, Tisch had ook wel gezegd dat het allemaal gepland was. En ja, dan komt het erop aan om het moment nog te kiezen. Dat doet hij wel ja, door zijn instinct te volgen. Maar voor de rest, ja, als we Tisch daar straks moeten geloven, leek het toch ook wel een beetje een gescripte overwinning. Dus, ja. Ja, hebben we vandaag de twee sterkste ploegen al aan het werk gezien? Zowel bij de mannen als bij de vrouwen met Jumbo-Visma en met SD-Works. Want ze hebben allebei twee renners en twee rensters op het podium. Ik denk het wel, want bij SD-Works had het ook net zo goed Marlon Reusser kunnen zijn. Of dat Lorena Wiebes kunnen zijn, of dat Demi Vollering kunnen zijn. Vollering zei het zelf ook al, ze hebben gewoon allemaal rensters van topniveau die ook kopvrouw zouden kunnen zijn bij een andere ploeg. En dat geldt eigenlijk voor Jumbo-Visma bij de mannen ook. Ja, heeft Jumbo-Visma de rol eigenlijk helemaal overgenomen van Ineos? Ineos was vroeger de meest toonaangevende ploeg, zowel in dat rondewerk, misschien iets minder in de klassiekers. Maar nu doet Jumbo-Visma het allebei. Dat is eigenlijk niet nieuw. Hè. Dat was vorig jaar al het geval. Die shift is al een tijdje aan de gang. Vanaf de COVID-ronde van Frankrijk, waar Roglic eigenlijk in de laatste rit uit de trui wordt gereden, is dat aan de gang. En ja, met Wout van Aert hebben ze dan een exponent voor het klassieke werk. Ja, het is voor mij niet nieuw. Allee, eigenlijk is dit vooral een bevestiging dat er na vorig jaar niks veranderd is. Wat ook opvallend is, na vorig jaar, daar deden ze het natuurlijk al, is dat Dylan van Baarle zegt, ja, vorig jaar bij Ineos, waren we ook wel met voeding bezig, maar dan kom ik bij Jumbo-Visma. En dan is het nog zoveel straffer dan bij Ineos, terwijl we dachten dat de lat daar toch ook al ontzettend hoog lag. Ja, eigenlijk is dat vorig jaar tijdens de Tour, denk ik, voor het eerst echt heel goed gebleken. Dat de precisie waarmee zij dat aanpakken met allerlei data verzamelen van renners en echt per kilometer kijken, wat is de taak van iemand, wat is de temperatuur, hoe staat de wind. Ze proberen te anticiperen daarop. Ja, ze bekijken echt op basis van enorm veel data wat er gegeten moet worden en op welke momenten. En dat echt op dit moment wel een gamechanger in het wielrennen is. Je ziet van hoe ver ze aan kunnen gaan. En vroeger werd er altijd gedacht, dat houden we niet vol, dus we wachten nog maar even. Ja, nu zijn we al bijna met de uitzending te laat om de finale te gaan zien. Ja, omdat die finale veel gebeurde voor 100 kilometer, daar straks, ondertussen al een tijdje geleden. Goed, we gaan er nog iemand bijhalen die we nog niet hebben gehoord bij de mannen. Dat is de man die vijfde is geworden, de ex-wereldkampioen veldrijden. Hier is Tom Pidcock. Tom Pidcock, how was your day? Yeah, bit tricky. I think it started off when Ben crashed, which was not ideal. And yeah, when Jumbo went in the crosswinds after the rain, I was so cold I couldn't even pedal basically. And it was a tricky day, but Jumbo was really strong today. Yeah, they were. Yeah. That is true. There's not much more to say. Did you see the attack of Van Baarle? Because it was a little bit... When Dylan attacks, it's like he's invisible. And he just goes and then you let him go and you know how strong he is. So, chapeau. And then he had some teammates who could stop the others. It was difficult. Yeah. The teammates behind was difficult. And I think it was really difficult to actually make a difference in the end. I mean, okay, yeah, we could have. I think, I could have attacked, but for sure, Jumbo guy could have followed me. And then, what am I going to do? Let him sit on me. So, yeah, it was a tricky race to play out. Al dus een heel eerlijke Tom Pidcock die ook al een koers kon winnen in de Algarve dit seizoen. Hij is onzichtbaar, zegt hij over Dylan van Baarle als hij gaat aanvallen. Hoe ben je onzichtbaar in de koers? Ik zou het niet weten, maar hij was voor ons. Ook gewonnen, hij was heel zichtbaar. Ja, was heel zichtbaar. Het is precies iets van Zwift dat zo wordt overgezet. Daar heb je dat in die Zwift-kampioenschappen, die e-sports, dat je even onzichtbaar kunt zijn om te demareren. Voilà, dat zal het zijn. Hetgeen dat Pidcock bedoelde. We gaan er nog één iemand bij halen. Jumbo-Visma was goed. Tim Wellens was ook goed. Want die hebben we ook op de muur gezien. Waar Lotte Kopecky daar begon aan haar rush naar voren. Verbaasde jou, Tim Wellens, dat hij zo'n goede benen heeft na zijn transfer naar Emirates? En is dat dan een goede transfer geweest? Ja, ik vind het vooral heel leuk. Want hij is eigenlijk al jaren is die in de koersen voor het nieuwsblad is die goed. En dan denk je, daar gaat er staan. En dan
ja, dan lukt het net niet. Maar nu lijkt het dus wel alsof hij gewoon er staat. En ook nu hier in Vlaanderen. Ja, dit is natuurlijk wel waar hij altijd van gedroomd heeft. En wat ik hem ook enorm gun. Dus ja, een overstap kan altijd zorgen voor net iets meer frisheid. Lijkt er bij hem toch wel in te zitten. Ja, en hij had bijna een hele mooie ereplaats kunnen binnenhalen. Maar ze werden daar nog opgeraapt, helemaal op het einde. Dat groepje werd nog opgeraapt, al zat Dely daar ook in. En sprintte hij naar de tweede plaats. We gaan er eens snel naar luisteren. Naar Tim Wellens, die uiteindelijk 26e is geworden. Tim Wellens, de hele dag heel aanvallend gekoerst. Uiteindelijk ja, niet op het podium. Welk gevoel hou je dan aan de wedstrijd over? Een beetje triestig dat er geen resultaat in zat. Ik voelde me redelijk goed van vandaag. Ik vond dat het een mooie groep was. Even dacht dat we gingen terugkomen op Van Baarle. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Toen dacht ik van ik rij voor de top 5 en 200 meter van de meet was er niet meer mogelijk. Maar ik denk dat vandaag een heel mooie koers was. Ik hoop dat het mooi was op televisie. Ik vond het al sinds leuk om te rijden. Ja, een sterke wedstrijd van jou, hè? Ja, nee, ik ben heel tevreden van de benen. Ik zei het gewoon een beetje jammer dat ik die... Ik was toch graag met een ereplaats naar huis gegaan. Maar ik onthoud vooral dat de benen goed waren. Ja, maakt het je dan ook trots dat je voor je nieuwe ploeg dan zo'n wedstrijd kunt rijden? Ja, uiteraard. In de eerste plaats gewoon zo goed mogelijk resultaat rijden. Natuurlijk is dat extra mooi dat ik direct bij UAE goed rijd. Maar ik zei het, gewoon spijtig dat we in ieder geval blijven. Ja, dit en ook je prestatie van vorige week geeft veel vertrouwen voor de komende weken. Ja, inderdaad. Morgen Kuurne. Dat is misschien wat moeilijker. Maar volgende week in Strade dan Parijs-Nice. Ik hoop de goede lijn door te trekken. Ja, en heeft ook al gewonnen in de Ruta del Sol, waar hij altijd wint. Hij rijdt Kuurne-Brussel-Kuurne. Jullie zijn er niet bij Kuurne-Brussel-Kuurne. Jan, jij gaat zelf rijden, denk ja, ik. Ja, dat ga ik wel doen. In de voormiddag. Ja, dan kan ik de koers nog zien in de namiddag. Ja, VO2 Max training of wat staat er op het programma? Ik ga nu rustig opbouwen. Toch wel? De VO2 Max, dat spekt voor binnen een week of drie. Ja, want gravelen, dat ben je ook aan het doen, denk ik. Daar ben ik van plan om wel nog wat in actief te blijven, ja. Nou, is dit voor jou, Marijn, dat gravelen? Want dat wordt alsmaar populairder. Ja, ik doe dat ook wel. Ja, ik woon in Zwolle. Dat is dicht bij de Veluwe. En dat is echt een gravelwalhalla. In ieder geval in de Lage Landen. Daar moeten we dan maar eens naartoe, naar het gravelwalhalla. Eén naam nog voor morgen. Wie wint er? Morgen, revanche bij Sodal Quickstep. Zeker, Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, Jan. Jij krijgt het laatste woord. ik kan me daar eigenlijk bij aansluiten. Maar ik zal iemand anders zeggen dan. Ik had al gezegd dat een beter niet zou koersen. Het is wel de bedoeling, het zal Dely zijn. Dely, oké. Okay. Weet je ook wat het prijzengeld is? Morgen in Kuurne, Brussel, Kuurne, want jij bent de specialist, hebben we gezien. Ja, volgens mij ligt dat rond de 14.000. Rond de 14.000. We gaan het opzoeken en we gaan het morgen kunnen meegeven. Morgen graag een nieuwe afspraak voor koers in dat Belgische openingsweekend met dus Kuurne, Brussel, Kuurne. Meer dan waarschijnlijk wordt er gesprint vanaf 13:30 live hier. Op 1. Heel graag tot dan. Zorg voor extra spanning in het wielervoorjaar en speel mee met Sporza Wielermanager. Stel jouw ideale ploeg samen en daag je vrienden uit.